Hi, vandaag weer een review voor jullie deze keer van een gezichtsmasker. Het Freeman Feeling Beautiful Cucumber Peel-Off Mask. Wat dus een peel-off masker is met komkommer. Voor normaal tot gecombineerde huid. Ik heb zelf een vettige huid, maar ja, het clarifies en renews skin. Dus het maakt schoon en het is peeling en ja, weet je wel. Is voor vettigheid ook wel prettig, dus vandaar dat ik hem wilde proberen. Nou, zoals gewoonlijk heb ik hem uiteraard weer gewoon uitgebreid getest en ook gefilmd dat ik hem gebruik. Dat heb ik later in het filmpje gedaan. Tenminste, dat filmpje heb ik later in dit filmpje gepopt. Zien jullie zo. Zoals gewoonlijk begin ik weer eerst met mijn lijstje en ja, gewoon wat dingen over het ding zelf, over de verpakking. Om te beginnen, dus hij is bijna altijd in aanbieding voor 4 euro. Ik heb hem volgens mij nog nooit voor meer dan 4 euro gekocht. Maar normaal schijnt hij dus 9 euro te zijn, kom ik ook echt nauw pas achter. De vorige paar keren dat ik zo'n Freeman masker kocht, had ik geen idee. Maar goed, alleen bij de tuin heb ik hem voor duurder kunnen vinden, zoals gewoonlijk. Maar bij de Kruidvat heb ik hem persoonlijk tot nu toe altijd dan voor 3 euro gescoord. Of 4 euro, 3,99. Je snapt mijn punt, lekker goedkoop. Dus ja, wacht op een aanbieding is wat ik aanraad. Er zit 175 milliliter in. En geen parabenen in deze versie in ieder geval. Er zit wel een beetje masker aan de buitenkant van de tube. Dat krijg je vanzelf helaas. Ja, wat zeggen ze er zelf over? Deze heeft jammer genoeg geen stickertje met Nederlandse versie zoals de vorige die ik gereviewd heb. Hij is in ieder geval, ja, ik zal het niet letterlijk gaan vertalen, want dan zitten we hier ook een uur nog. Maar hij is in ieder geval verkoelend voor de huid. En hij haalt op een zachte manier alle oneffenheden weg. En al het vuil weg. En weet je wel, zorgt dat je huid er stralender en gezonder uitziet. Dus dat is erg prettig uiteraard. Ik zit ondertussen echt al die stukjes peel-off masker er vanaf te wrijven. Nou ja, in ieder geval, ja, weet je, dat klonk in ieder geval allemaal erg prettig. Komkommer zou ik persoonlijk eerder zelf in de zomer willen gebruiken dan in de winter, weet je, qua gewoon neiging wanneer iets te gebruiken. Maar goed, weet je wel, ja, het is nu het is veel in ieder geval nog herfst en ik vond het wel prima. Volgens mij is het online komt nog steeds net herfst, geloof ik, wanneer gaat officieel de winter in. Ik heb geen idee. In ieder geval, ja. Dus vandaar, ja. Nou, in ieder geval, ik vind peel-off maskers gewoon super leuk. En ik had een ander peel-off masker van Freeman, wat ook goed werkt. Dus ja, laten we maar gewoon doorgaan naar het testgedeelte. Nou, om te beginnen moet ik even toegeven. Ik heb hem daadwerkelijk deze keer, omdat ik haast had en er pizza in de oven stond die ik liever niet wilde laten verkolen. Heb ik hem redelijk gehaast uitgeprobeerd. Voor het filmen dan in ieder geval. Meestal als ik hem zelf gebruik, laat ik hem een half uur zitten. En dan is hij echt helemaal droog. En kan je hem echt heel in één keer eraf halen dat je zo'n raar masker overhoudt. Vind ik altijd grappig. Ja, zoals je waarschijnlijk aan het einde van het filmpje ziet. Van het filmpje in het filmpje. Je snapt punt. Ging hij deze keer niet helemaal mooi vanaf. Want ik heb hem deze keer, ze zeggen, 5 tot 10 minuten. Ik heb hem een kwartier laten zitten en toen was hij nog niet droog. Het duurt echt gewoon een half uur voordat hij droog is. In ieder geval bij mij. Misschien dat mijn huid daar raar in is. Maar bij mij duurt het een half uur voordat hij droog is. En na 15 minuten dan haal je er wel stukken van af. Maar bij mijn wangen bijvoorbeeld bleef het nog vochtig. Dus dat heb ik nog langer laten zitten. En daarna afgeplukt terwijl ik pizza aan het eten was. En vervolgens het einde van het testfilmpje opgenomen. Maar goed, als je hem dus een half uur laat zitten blijft hij wel helemaal in één stuk als je hem eraf trekt. Hij doet trouwens niet echt pijn met het aftrekken. Je rekt wel een beetje skin, die huid. Het is niet... Ja, het ligt er misschien een beetje aan hoe gevoelig je zelf bent. Maar ik vond het zelf niet pijnlijk. Alleen op één stuk zat hij een beetje in mijn haar. Dat was wel een beetje pijnlijk. Maar ja, als je het niet in je haar smeert is er in ieder geval niks aan de hand. Bij mij in ieder geval. Ja, nou, de geur in ieder geval. Ik moet echt minder in ieder geval zeggen. Nou ja, de geur dus. De geur is fris en ja, een beetje komkommerig. Ik vind komkommer heeft niet echt een zeer specifieke geur, vind ik zelf. Mijn pa vindt van wel, die vindt het een walgelijke geur, die lust geen komkommer, dus dat scheelt. In ieder geval, ja. Punt is, hij heeft een frisse geur. Ik vind hem zelf voor de zomer heel erg lekker ruiken dan. Voor de winter is hij ook niet slecht of zo, maar het verfrissende is denk ik in de zomer heel lekker. Hij voelt ook lekker fris aan op de huid. Dat is ook gewoon lekker voor in de zomer. Eigenlijk had ik hem ook gewoon beter kunnen testen in de zomer. Maar ik had zoiets, ik heb hem nu gekocht en dadelijk heb ik hem dan niet meer in. Ja. Hij is een beetje doorzichtig groen getint. Ook leuk voor het komkommergedeelte. Het is wel echt duidelijk komkommerig. Hij is wel een beetje plakkerig met het aanbrengen. Dat zie je waarschijnlijk ook wel in het testfilmpje. Weet je wel dat je echt zo een lijn hebt lopen. En ja. Maar als hij helemaal is op zich best makkelijk aan te brengen. Hij blijft ook goed op je huid zitten. En als hij helemaal zit, dan zit hij ook goed. Hij druipt er niet vanaf. Hij blijft gewoon goed op zijn plek. Dus het aanbrengen gaat op zich snel zat. Nou, wat ik al zei, hij droogt in ongeveer een half uur compleet. Voor het testfilmpje had ik hem dus maar 15 minuten laten zitten. Wat al 5 minuten langer is dan wat zij maximaal aanraden. Maar in een half uur is hij pas echt goed droog. Dus ja, weet je,
Als je hem echt goed wil gebruiken, zet dan geen pizza in de oven zoals ik heb gedaan voor het testfilmpje. Maar neem gewoon de tijd om hem goed te laten drogen. Dan werkt het een stuk prettiger, weet je. Want dan heb je hem gewoon in één keer eraf en hoef je alleen maar even met een washandje over je gezicht en dan ben je klaar. In plaats van dat je er echt stukjes ervan af moet gaan plukken die net nog niet droog waren toen je het eraf trok. En ja, je snapt het punt. Ja, het gevolg in ieder geval, uiteindelijk het resultaat, is een gladde, schone huid. Ik ben er zelf erg blij mee. Ik heb deze keer trouwens geen moisturizer aangebracht na het masker. Meestal doe ik dat wel. Op zich, ik vond het ten eerste, voelde het niet alsof het echt heel erg nodig was. Again, ik heb een vettige huid. Als je een droge huid hebt, dan is het waarschijnlijk anders. Ik heb dus een vettige huid en ik vond het eigenlijk niet echt nodig om een moisturizer aan te brengen na het masker. Want het voelt niet super droog aan. Bovendien heb ik gisteravond, want toen heb ik dit gefilmd, daarna nog Fake Tan aangebracht. En als je dan eerst een moisturizer aanbrengt, dan pakt je Fake Tan niet goed. Dus vandaar. Maar goed, ik had niet het gevoel dat mijn huid heel droog was of zo. Of trekkerig. Het voelde gewoon ja, een beetje droogachtig, maar niet heel erg. En gewoon prima eigenlijk. Ik vind het in ieder geval zo inderdaad. Dat Gently Peels Away Impurities, dat hebben ze inderdaad goed gedaan. Het is geen heel grof masker, het is geen masker dat heel ruw schoon maakt. Het maakt gewoon inderdaad zachtaardig schoon, wat erg fijn is voor je gezicht natuurlijk. In het kort, ik vind het een heel prettig masker. Ik denk wel dat hij in de, hoewel ik hem gewoon, weet je, ik gebruik hem graag. Maar ik denk dat hij in de zomer nog lekkerder is, omdat je dan ook echt een voordeel hebt van het lekkere verfrissende wat het komkommer erin heeft. Dus, ja. Ik vind het in ieder geval een aanrader voor gewoon naar eigenlijk wel ieder huidtype. Hoewel ik natuurlijk niet kan spreken voor echt heel gevoelige huidjes of weet je, droge huid, want dat heb ik zelf niet. Maar voor zover ik kan beoordelen is hij in ieder geval gewoon echt wel zacht voor de huid, dus dat is mooi. Hij maakt goed schoon, hij droogt wel een stuk langzamer dan dat de tube zegt, dus hou daar rekening mee. Niet aanbrengen als je haast hebt, zoals ik heb gedaan voor het testfilmpje. Maar gewoon echt tijd nemen goed laten drogen en dan komt je echt heel mooi in één keer van je huid af. Nou ja, mooi. Het ziet er echt heel creepy uit eigenlijk, dat hele masker effect. Maar, weet je, hij komt er dan wel makkelijk vanaf. Kortom, ik vind het een aanrader. Ik vind het een heel fijn product. De prijs, zelfs nu ik weet dat hij eigenlijk 9 euro hoort te kosten, vind ik op zich nog niet eens slecht. Zeker niet met de vaak ze bij de kruisende aanbiedingen hebben. Dus koop hem gewoon lekker in de aanbieding als je hem ook wilt proberen. Komt vast weer een keer in de aanbieding. Deze lag in die kortingsbak die ze hebben. Ik hoop dat jullie de review in ieder geval leuk vonden. Als je weer nog vragen hebt over het product, dan kan je ze altijd stellen. Dat was het dan weer voor vandaag eigenlijk. Ik hoop dat jullie het dus leuk vonden om te kijken. In ieder geval heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik heb het dus op de rechterkant van mijn gezicht. Voor jullie is dat geloof ik links aangebracht, deze kant. En op de andere kant niet gewoon, zodat je toch een beetje hopelijk verschil kan zien.